Sinds een kleine maand verzamelen ze lege flessen op school. En de kar is al aardig vol. Ik weet nog, we begonnen met hier met de flessen. Voordat we met de hele school begonnen, toen we in de klas gaan. En nu is hij bijna vol. De flessenactie van Kelsey en Senna loopt als een trein. Iedereen wil maar wat graag meehelpen. Ik heb er zelf één gedaan, want mijn moeder dacht niet dat ze had, maar toen had ze er toch nog wel één. Ik had twee flessen en één gaf ik aan mijn vriend. Ik vind het wel heel erg goed van ze, want ze helpen iemand anders. De twee meiden kennen Davy niet persoonlijk. Kelsey kwam bij toeval zijn moeder tegen in de supermarkt. Toen heb ik het gehoord en dat raak je dan en dan wil je dat iets eraan gaan doen. Davy leidt aan een ziekte waardoor zijn zenuwen langzaam kapot gaan. Een medicijn kan het proces vertragen, maar dat kost veel geld. Met de flessenactie willen de meiden zoveel mogelijk geld ophalen voor de jongen. Ik doe ook mijn best er echt voor. Ik denk niet van iedere dag lekker liggen op de bank. Nee, ik ga iedere dag misschien wel een rondje. Door de wijk om nog meer lege flessen op te halen. Actieve meiden waar de school maar wat trots op is. En dat zijn ze ook een beetje op zichzelf. Ik ben heel trots. Ja, had je verwacht dat er zoveel flessen verzameld zijn? Nee, ik dacht eigenlijk eerst maar een beetje tot de helft dat alles was. En nu is hij vol, dus dat wordt leeg. Als ze 100 euro hebben verzameld, willen ze naar Davy toe om hem dat te geven. En dat duurt niet lang meer.